Hier aan de overkant zit Gérard Bodiffet, filosoof, die steeds meer lijkt op Socrates. Ik heb een aantal van zijn boeken gelezen. Ik heb vooral de jongste jaren gestudeerd. Ik heb de kwantumfysica bestudeerd. Dat is een absoluut fascinerende wetenschap. De microcosmos beantwoordt aan totaal andere wetten dan de macrocosmos en stelt heel wat filosofische vragen. De omkering van de tijdsequentie, het feit dat het gevolg geschiet op hetzelfde moment als de oorzaak, de ubiquiteit en dat soort dingen, de waarschijnlijkheid van de dingen, het feit dat alles mogelijk is, parallele universa. Ik praat nu met u, maar in een ander universum praat ik misschien in de micro van de radio met een mooie dame. Kan allemaal. Alles is mogelijk. Ja. Dus Gérard Bodiffet, zou u zijn boek noemen als uw favoriete boek? Wel, ik ben een zeer actief lezer van zijn boeken. Ik lees ook wel romans, zo met vlagen. Ik heb een grote bewondering voor Anton Grünberg, Tirza, Blauwe Maandag. Ik vind de jonge Vlaamse auteurs ook zeer goed. Erwin Mortier bijvoorbeeld, Peter Verhelst, dat zijn uitstekende schrijvers. En natuurlijk Tom Lanois, die ik goed ken. Ik vind zijn laatste boek, heb ik in één adem uitgelezen, Sprakeloos, vind ik een meesterwerk. Ja,